vraag je natuurlijk af wie wij zijn. Dat gaan we nu bekendmaken. Ik ben Theo. Ik ben Theo. Leuke embryo-kostuumpjes hebben we aan, hè? Ja, schattig, hè? En we gaan een sprookje voor jullie spelen. Ja, we spelen Sneeuwwitjes. Sneeuwwitjes? Ja, want we spelen allebei de hoofdrol. Ja, koningskinderen zijn we. Ja, en er doet ook nog een bekende Nederlander op mee. Ja, maar wie dat is, dat verklappen we nou nog niet. Nee, want het is Gerard Joling en hij speelt prins. Zit het nou niet te verraden, stomme koe? Nou, jullie hebben niks gehoord. Nee, let op, we gaan nu beginnen. We zijn toch al de koning. Ja, dat weten we nou wel dat jij koning bent. Hier, zet je kroontje op, dan kan iedereen het zien. Ja, maar wat dan nog niet iedereen kan zien, Marianne, is dat ik ook nog eerlid ben van de ANWB en dat ik vermoed amateur-archeoloog ben. Ik graaf oude potten op uit de prehistorie. Maar Edu, ik ben toch geen oude pot? Ik wijs ook niet op jou, Marianne. Ik wijs hier op dit antieke mosterdpotje uit de Renaissance. Hé, Eduard, we houden toch eens op met dat gezeur over al die oude troep. Heb het over iets nuttigs. Leg uit wat het monetaire fonds nu eigenlijk inhoudt, hè? Ik bedoel, laten we de dag nuttig beginnen, ja. 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 Zo, eens even kijken. Wat heb je daar? Kan je dat eten? Nee, dat is een predictor. Een dictator? Nee, een predictor. Dat is een scheikundig proefje om te zien of je al dan niet in verwachting bent. In verwachting van wat? In blijde verwachting natuurlijk. Vind je het gek of zo? Ja, nou, ik vind jou meer een type om te borduren bij een ebbenhouten raam met sneeuw. Dat kippenhok van mij werkt anders nog prima, hoor. Zo, eens eventjes kijken. We nemen 1 druppel ochtendurine, lakmoespapier. Indien vloeistof blauw kleurt, bent u in blijde verwachting. Nou, 1 druppel. Ik moet zeiken als een dolle stier. Trouwens, Marianne. Ik zou de boel daar maar niet schielijks overhaasten, hè? Kijk nou maar eerst of die vloeistof blauw wordt. Dan kunnen we later altijd nog wel kijken of we er wel of niet blij mee zijn, toch? Doe toch niet altijd zo negatief? Wat dan altijd?
Je moet toegeven dat je altijd zit te wikken en te wegen. Nooit eens lekker impulsief, nooit eens spontaan uit de hoek komen. Ach, je zwetst, Marianne. Hoezo zwets ik? Jij zwetst. Gisteren nog met die bespreking over die startsubsidieregeling voor jongeren. Dat vind ik wel een hartstikke leuk initiatief. En kom, hoe heet die ook alweer? Met die neus en dat haar zo. De minister? De minister, ja. Met die neus en dat haar. Is dat niet die minister van verkeer aan vis? Ja, precies. Hoe heet die ook alweer? Oudmans, bedoel ik. Oudmans, ja. Die komt dan met dat voorstel. Die man die heeft er weken op zitten broeden. En dan ga jij, dat vind ik zo vervelend, ga jij weer zeggen dat dat geld kost. Natuurlijk kost zoiets geld. Daar is geld toch voor, hè? Om het uit te geven. Maar nee hoor, Edu komt u aankakken met onderzoekscommissies, alsof dat geen geld kost. Ja, maar Marianne, dat komt uit een andere pot. Ik wil het woord pot hier niet meer horen. Edu, we zijn zwanger. Dat moet dan eens lekker impulsief gevierd worden. Champagne, champagne. Ja, sorry hoor. Maar wie heeft jullie toestemming gegeven om dat Venetiaanse glas te bevingeren? Ja, maar we zijn net zo lekker bezig. Ja, ik wil helemaal geen spelbreker zijn, maar wat hebben we nou afgesproken? Zet die glazen terug en voorzichtig. We hadden afgesproken, Theo en Thea, dat jullie vandaag in dit museum mochten filmen, maar jullie zouden niks bevingeren. Dat kan gewoon niet. Als jullie iets willen vieren, dan doe je dat maar in je eigen kopjes. Filmen. Dus niks be... Vingeren. Zo is dat. Maar het mocht. Het mocht. Ja. Van wie? Van die meneer achter de balie. Mocht het. Van Zwieten? Ja. Heeft Van Zwieten dat gezegd? Ja. Echt waar? Dat kan onmogelijk. Dat kan hij nooit gezegd hebben. Daar gaat hij helemaal niet over. Echt waar? Nou, het is weer... Ja, sorry hoor, maar ik ben wel verantwoordelijk voor die spullen. Ingrid, kom eens. Wat vind ik dat nou vervelend? Het ging net zo goed. Ik vind het echt heel erg leuk wat jullie doen hoor. Ja, die wc-rollen, dat zijn toch echte wc-rollen, Theo? Ze hebben gewoon echte wc-rollen in die pruiken verwerkt. Ingrid, moet je horen. Nou heeft Van Zwieten gezegd dat ze het Venetiaanse glas mochten bevingeren. Hoe vind je dat nou? Hij gaat gewoon een beetje de baas lopen spelen. Staat hij aan? Ja, staat aan. Je moet gewoon doen. Ja, dat weet ik ook wel. Dat doe ik ook heus wel. Doe maar gewoon. Ja. Zeg iets. Zeg iets gewoons. Hoe is het met je zus? Met Edith? Goed. Ze ging toch verhuizen? Ja, ze is dit weekend overgegaan naar de Vermoedselaarstraat nummer 17. Boetselaar? Boetselaar. Ja, Boetselaarstraat nummer 17. Ja, en die meneer heeft echt gezegd dat het mag. Nou ja, echt. Volgens mij is het mogelijk. We gaan het gelijk even navragen. Ja, komen jullie ook mee? Oh, Boetselaar. Ja, zij staat op de Chopinstraat, in de componistenbuurt. Is die componist? Nee, hij is vertegenwoordiger. Nee, ja, nee, niet je zwager. Boetselaar. Ja, dat zal dan wel, ja. Nooit van gehoord. Zal toch wel iemand geweest zijn? Ja, leuk. Ik weet het niet. Ik ga morgenavond even langs. Ze heeft mijn slaasinterviewje ophalen. Die hebben ze nou een half jaar. Gunst. Ja, plaats durven die dingen niet eens meer terug te gaan. Vanzelf. Ik geef het door, meneer Joling. Ja, deze meneer, die. Hij was het. Zo, Van Zwieten. Wat hoor ik nou? Heb jij hun toestemming gegeven het Venetiaanse glas te bevingeren? Ik geloof van wel, ja. Dat had je toch eerst aan mij moeten vragen? Je was er niet. Maar nu toch wel? Nu wel, ja. Ja, dus? Mogen zij het Venetiaanse glas gebruiken? Nou ja, tuurlijk mag dat. Nou ja, het is nou eigenlijk al lang te laat. We kunnen beter doorgaan met de volgende scène. Ja, ja, laten we doorgaan met de volgende scène. Hallo. Van Zwieten, je bent in beeld. In beeld. Ja, en dan krijgen we nu de scène dat de koningin bevalt en sterft te kraambedden. Doe die scène dan in mijn zaal. Daar hangt moderne kunst. Dat dacht ik wel leuk. Zo leuk. Qua steriel, dacht ik. Dan heb je meteen een ziekenhuis weer. De koningin bevalt. Hola. In bed. Hola. Mijn afdeling. Wat tegenwoordig helemaal niet meer zoveel thuis bevallen. Daar zijn ze volledig van teruggekomen. Verloopt de zwangerschap normaal? Het wordt een tweeling. Ja,
In dat geval heb je helemaal kans op complicaties. Ik adviseer het ziekenhuis. Ja, ja? Nou, laten we maar het zeker voor het onzeker nemen. Bevallen in het ziekenhuis. Goed. Ik denk toch dat het goed is dat ik daarbij ben. Want ik weet dus alles van bevallingen. Hoezo? Veel gezien. Waar dan? Op tv. Noem het maar op. Badje. Medisch Centrum West. Vinger aan de pols. Nou, dan heb je er verstand van. Ja, inderdaad. Dus ik dacht dat ik het beste verpleegster kon zijn. Sieren. Wat doe je nou? Ik speel toneel. Wat speel je? Verpleegster. Verpleegster? Ja, majesteit. Is dat buigen? Ja, dat is buigen. Dus jij bent gewoon verpleegster? Ja. Ik vind het niks. Dit is leuk. Laten ze mij doen. Ja, wat moeten ze dan doen? Nou, dan kunnen we ze rare dingen laten doen. Als wat? Zoals wat? Nou, dat ze hun broek uit moeten doen, of nog leuk. Vijftig origineel. Goed, jij bent gewoon verpleegster, dan ben ik hoofdverpleegster. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ga jij nou even weg? Ik wil ook een leidinggevende functie. Nou, dat kan toch? Als ik ziek ben of te laat, dan ben jij plaatsvervangend hoofd. Ja, ja. Maar ik weet niet wat om lagers uit te delen. Dan nemen we toch gewoon het personeel in dienst. Hier, de Vries. De Vries, kom eens. Ik heb een baantje voor je. Ga de verpleging in. Kom. Pas op, hij staat aan hoor. Je bent in beeld. Oh, Magda, gaat ze zwaaien. Van Swieten, als jij... Hey, misschien kan Van Swieten wel dokter spelen. Nou, is hij daar niet te slow voor? Juist leuk. Ze doen toch met humor? Nou. Theo en Thea, jullie doen toch met humor? Ik dacht, dan moet je juist Van Swieten nemen. Die kan iets leuks met balletjes. Jij kan toch zo'n truc met balletjes? Doe het even. Doe even die leuke truc met balletjes. Laat maar even zien. Ik heb mijn balletjes niet bij me. Nou, dan blaas je je wangen op. Kijk nou even. Nou, dat is toch leuk? Kijk nou. Nou ja, met een witte jas is die misschien wel dokter. Nou, tegenwoordig kan iedereen dokter zijn. Hé, hey, witte jassen, die hebben we nodig. Hoe heet hij ook weer? Die hebben we nodig. Die weet dan? Ja, die domme blonde. Hé, hey, Dingetje, kom eens hier. Dit hebben we nodig. Hier, zie jij dit nog uit. Zo. Nou gaat het versluipen hoor. Zeg maar, wat gaan we doen? We krijgen nu een pittig stukje Sint Elsweer met koninklijke hof, medische staf. Ja, die doen mee. Maar we moeten eerst nog eventjes wat regelen en organiseren daarvoor. Dus we draaien wat om. Dus jullie bioscoopkijkertjes gaan nu eerst kijken naar een compilatie van onze koninklijke statiebezoeken van het afgelopen jaar. Kom maar, zeg maar. En dan neem je schoonkijkertjes het Polycroon-journaal. Tijdens een statiebezoek aan de tussen de benen Windse eilanden werd de koning en koningin van Oranje-Nassie verwelkomd door een uitzinnige menigte, waarna zij op traditionele wijze werden begroet door koning Wokkie en koningin Tokkie. Dit kleine Wokkie-Tokkie-meisje dat door de koning werd vereeuwigd, bracht spontaan haar blijdschap door uiting door met haar vlaggetje te zwaaien. Na een rondrit in een aan de bovenzijde opengewerkte auto werd spontaan een speeltuin geopend. Vervolgens bezochten zij op ongedwongen wijze een mayonaisefabriek. De hooggeplaatste bezoekers toonden zich op informele manier zeer geïnteresseerd in het romig welvaartsproduct. 'S Avonds werd spontaan gedineerd, waarbij wederzijdse handelsbetrekkingen werden verstevigd. Wokkie Wokkie danseressen gaven het geheel een levendig aanzien. Na het dessert werden diverse relatiegeschenken uitgewisseld. En koningin Tokkie wilde zo'n Nederlandse fiets wel eens proberen. Emergency voor professor Zuurbekje. Professor Zuurbekje, emergency, emergency. Dag, professor. Daar, ik ben professor Zuurbekje, vroedarts. Breng haar de majesteit naar de perskamer. Zo. Zet onmiddellijk een ketel water op. Haal vette watten. De kruk. De
onmiddellijk het bad vollopen. Zo. Majesteit, dag. Dag, professortje. Oh, zeg maar Olivier, hoor. Oh, ja. Mag ik Marianne zeggen? Oh, natuurlijk, Olivier. Is uw man niet meegekomen? Oh nee, die is aan het regeren. Je weet hoe dat is met mannen. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Die mannen. Nou, dan wordt het een intieme aangelegenheid voor ons beiden. Dat is ook knus, vind je niet? Ah, oh jee, en wij. Jakkes, niks prettig zeker, hè? Wil ik ontspannende massage geven? Oh, ik weet niet of u dat wil, dan? Oh, maar wat graag. Zo. Ja, zo. Met mijn rubberen doktershanden in de buurt van uw bonbonella's. Oh, dokter, u weet altijd van iets medisch, iets heel intiems te maken. Het is zo ver! Doe iets! Zo, laat de dokter maar even. Kijk, zo. Even met de... Niet meer nodig. Geen pols meer. Elektroshocks, snel! De dood heeft haar intrede gedaan. Een historisch moment. Een ondraagbaar leed. Maar nee. Kijk. Een wonder. Zuster Ingrid, een postnatale keizersnede alsnog. Nu. Ah. Oh. 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 Wat een beeldschone kindertjes. Hun huidjes zo blank als sneeuw. En hun monden zo rood als bloed. En hun haar zo zwart als ebbenhout. Koningskinderen. Wij wensen graag aangesproken te worden als zijnde Theo en Thea. En ons hondje Trudy als Trudy. Ah. Waar is ons geliefde moeder? Gestorven, de kraambed. Welke zware taak ligt er op onze ile schouders? Hoe staat ons land ervoor? Slecht, hoogheid. De nieuwe staatssubsidieregeling van de minister van Verkeer en Vis is er doorgedrukt. Door de socialisten. En de schatkist blijkt geen bodemloze put te zijn. En er is nog gebeld voor u. Ik moest doorgeven van de heer Joling dat hij afziet van de door u aangeboden rol van prins. Hé, verschieten moet de boel weer gaan zitten verstieren, zeg. Ging net zo goed weer beleven. Gerrit Joling, die afdeld. Wanneer zei hij dat? Laat ons samen zitten. Een minuut of 10 geleden. 10 minuten geleden? Waar hoeft het van mij, hoor. Nou,
Komt hij nou mij aankakken? 10 minuten geleden, we kunnen wel inpakken. Moeten we nou door? Ja. We kunnen beter ophalen, Gerrit Joling. Waar is dat briefje dan? Doe maar uit dat ding. Dit is toch niet het moment. Doe maar aan. Nou, laten we er maar mee ophouden nu, hoor. Jongens, broodjes. Broodjes, wat heb je? Leverkaas. Rookkaas, Leidse kaas of gewone kaas. Doe maar één half om. Half om wat? Nou, dat broodje leverkaas met ook de kaas van het broodje. Ja, doe maar Leidse duur. Kaas. Nee. En jij? Mijn kop staat niet naar kaas. Mijn wereld is ingestort. Mag ik deze? Ja. Kijk mij erop in. Denk je dat hij die rol kan dragen? Hmm. Op intelligente wijze. Misschien niet. Waarom nemen we niet Kom? Hoe heet het ook alweer? Nou, dat is een goed idee. Dat we daar niet meer aan gedacht hebben. We nemen gewoon Kom, hoe heet hij ook alweer? Oh nee. Hoe heet die andere? Nog beter. Hoe heet die andere? Oh nee. Hoe heet die is dood? Kan niet. Ik heb het. Ik heb het. Neem hem. Hoe heet die? Dingetje. Weet je nou? Die man met die grijze haren, die knappe man. Bob Bauma? Nee, hij zingt. Bob Bauma zingt toch niet, hè? Kom, hoe heet je nou? Niet van, Wiener Bloed. Marco Bakker. Marco Bakker? Ja, Marco Bakker. Welke Bakker? Bakker een bolletje ei. Ich war ganz jämmerlich naiv, das gebe ich zu sehr gern. Es kränkte mich auch damals tief, dass sie mir blieben fern. Und plötzlich nahmen sie Reißaus nach ihrer Eltern Tod. Ich stand allein in unserem Haus. Mir war's ihr bös zumut, und was mir fehlt, das wusst ich zu gut. Doch was denn? Mir fehlte. Was denn? Das Wiener Blut. Improviseren vanavond in het jazzcafé de koperen koekenpanfluit. En iedereen gaat in de afloop een borreltje drinken. Heb jij soms zin om mee te gaan? Mieters, ik ben dol op geïmproviseerde jazz. Goed, dat is vanavond. Ja, 12.
gauw terug, met 12. Wie zijn dat toch? Daar, die twee kerels. Geen idee. Meneer Bakker, mogen we u even om de vier... meneer Bakker, zou u het leuk vinden om met... Sst. Dag, meneer Marco Bakker. Wij zijn Theo en Thea. Mogen wij u iets vragen? Wilt u met ons meedoen? Dan mag u de prins zijn en dan mag u ons zoenen als we dood zijn. Ja, het is een sprookje. Wat is dit voor gekkenhuis? Tiziana Venduta wordt onder mijn ogen gekidnapt. Daar kunnen wij toch niks aan doen? Al mijn zangvriendinnen van middelbare leeftijd verdwijnen als sneeuw voor de zon. De cultivé-coloratuurparels... uit de zon overgoten operetten zijn weg. En ik? Moet ik nu? Doet u met ons mee? Wat wij doen is ook heel leuk en heel cultivé. Ga weg, weg! Uit mijn ogen. Ik wens alleen maar te werken met vrouwen van middelbare leeftijd die op grote voet staan. Brigitte. Darling. Arme darling. Dat is lang geleden. 20 jaar. Maar je ziet er nog steeds oogverblindend uit. Dat weet ik. Maar jij bent ook nog steeds onweerstaanbaar. En bijzonder goed geconserveerd. Hoe gaat het met je? Heel goed. Ik leef op grote voet. En hoe gaat het met jou? Ja, je hebt het gezien. De wereld is nog niet vergaan. Jij moet rust hebben. Nou weet ik toevallig dat je komend weekend tv-opnames hebt in Wenen met dat operettezangeresje. Kom daarna een weekje logeren. Ik heb een simpel kasteeltje daar in de buurt. Hoe simpel? Net zo simpel als ik zelf. Als ik jou toch niet had. Als ik jou toch niet had. Goed zie. Arm kind. Wat ben jij lelijk. Middelbare dames die op grote voet staan. Goed, ready,
steady. Go. Ja, wij zijn twee middelbare dames die op grote voet staan. Members only. Staan we dan met onze grote voeten? Kleine vergissing in dit spel, medegespeeld. Wij zijn namelijk ook nog de elektronica's. Het is mee, dames. Ja, pak aan. Maar nou, hier ik aan. Alles behalve Marco Bakker. Mat vooraltje. Ja, ja. Daar heb je hem. De koper koekenpanfluit is zeer vereerd u aan te kondigen. Een topformatie als het gaat om free jazz. De elektronica's. Good heavens. Good heavens. Good heavens? Johnny Good Heavens, dat is de titel van het eerste nummer wat we gaan spelen. Ken ik niet? Maar kennen u toch ook niet? Het wordt een improvisation. Druk maar wat toetsen in, het maakt niet uit. Het is jazz. Johnny Good Heavens. Yes, take it away, Hans. Johnny Good Heavens. Voetjes die erin zijn ook zo zoetjes. Take it away, Hans. Schapie-doe-ah. Thank you. Thank you, audience from the call for a cook of fun fly. Thank you, we love you. Thank you. Thank you. Thank you. Dames, dames, ik ben diep onder de indruk. Ik vond het fantastisch. Mag ik u beiden uitnodigen om aan mijn tafeltje plaats te nemen? Voor het drinken van een goed glas zoete, mousserende Duitse wijn. Dat mag u, meneer. Hoe is de naam? Bakker Marco. Bakker Marco? Marco Bakker, het... Oh! Hij gaat heen. U is toch niet de Marco Bakker? Jazeker, dames. Ah, u ziet er in werkelijkheid nog veel jonger uit dan dat u eruit ziet. U ziet er beide ook jonger uit dan u eruit ziet. Ja. Vooral u. Oh, ja, zij is in werkelijkheid nog veel jonger dan dat ze eruit ziet. Ze heeft namelijk een beetje een oud kop. Ja, dank u wel, meneer Bakker. Marco, zegt u maar Marco. En met wie heb ik het genoeg? Hij is maar Hans. Voor jou, Marco Ant. En je kunt je ook verheugen op de aanwezigheid van hofman Bea. Marco, voor jou. Bea, Marco. Aangenaam. Ik ben diep ontroerd door uw, stemmen. Wat een professionalisme. Ja. Wat vreemd eigenlijk dat ik nooit van u gehoord heb. Dat is niet zo vreemd hoor, Marco.
De ware werkelijkheid is namelijk, Marco, dat wij... Bij hobby. Het is een hobby. We zijn geluidshobbyisten. Ja. Marco, ken jij de kindersterretjes Theo en Thea? Ja. Nou, die maken op het moment de movie en wij managen en produceren de boel zo'n beetje. Mijn hemel, wat bent u veelzijdig. Ja. En we zijn nog op zoek naar een hoofdrol. We zoeken een middelbare held met sneeuwwit haar, goed kunnende acterende. En zingende en van de charmerende. En goed in de broek zittende. Het moet voor de persoon die u uiteindelijk kiezen een groot feest zijn om samen met jullie, met zulke intelligente en knappe dames, te mogen werken. Vooral met jou, Bea. Zij is niet zo feestelijk, meneer Bakker. Als het erop aankomt, ben ik erg leuk. Vooral op verjaardagen en zo. Ah, witte garnituren. Ja, het valt niet mee om een doorgewinterde held te vinden. Waar de vrouwen hun vingers bij aflikken. Eerlijk gezegd zou ik wel voor die rol in aanmerking willen komen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet tippen aan de personen die jullie voor ogen hebben. Michael. Bedoel je dat? Meen je werkelijk dat ik? Ja, Marco. Wij dachten dat jij. Marco, je bent geknipt. De dames verslinden je met uit en haar. Oh nee, dat is te veel eer. Met een bescheidenheid. Het is een echte her. Nou, Marco. Wat dacht je ervan? Ik vind het geweldig. Niet te geloven, zeg. Kus me. Ho, 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 Marco. Het werk gaat voor het meisje. Laat ik niet te hard van stapel lopen. We moeten natuurlijk nog een screentest houden. Ja, tuurlijk. Screentest. Tuurlijk, wanneer? Ja. Morgenavond, 9 uur. Morgen om 9 uur, waar? Sharp. Ja, waar? Jij weet altijd goed wat waar is. Ja, nou, wij dachten zelf om dat afkomende kunnen spreken op... Boetselaarstraat nummer 17, daar is ons kantoor. Oh hemel, ik zie dat ik over een uur in Deventer moet zijn voor een recital, hè? Hey, wat jammer. Ja, nou, wat jammer. Deugd niet. Dag, Marco. Hoe kom je nou bij de Van Boetselaarstraat? We hebben toch helemaal geen kantoor op de Van Boetselaarstraat? Nou, en? Daar wonen dan toch mensen? Ja, nou, en? Nou, en? Ja, nou, en? Op vrijdag 3 juni ontvoerd. Je zou me helpen, 7 uur nog Schouwburg. Opnieuw een operettevedette ontvoerd. En dat was deze keer de 36-jarige Tiziana Ventuta. Toen ze door de daders werd meegenomen, was ze gekleed in een pauwblauwe japon van chiffonzijde met korte mouwtjes. En ze had nog één schoen aan. De andere schoen bleef achter. En het is deze, kijk maar. Ik ga nu zitten. Het is een bruine pump. Aan de voorkant wat zit jij de een bloemdecoratie, ja, gouden roosjes. Ja. En langs de rand van de schoen zijn allemaal gouden bolletjes aangebracht. En je mag pas met me naar bed als het klaar is, hoor je me? Verder weet de politie dat er touw werd gebruikt bij haar ontvoering. En dat soort touw dat kon groeien in haar sporten. Pas als het klaar is! Bijvoorbeeld in de watersport, waar het dient om roeiboten en kleine kano's mee af te mieren. Maar ook in de bergsport wordt het regelmatig gebruikt. Ja, het is daarom niet uitgesloten dat de ontvoerders van Tiziana Ventuta water- of berghobbyisten zijn. Ze lachen je uit, André. En ieder die inlichtingen kan verschaffen over weken, de ontvoering van werkeloze, slappe billen en je impotente grafkop. Luister, jij vraagt aan mij. Hij vermoord me. Mijn eigen man vermoord me. Ik ga inpakken. Ja, ga maar even open doen. Dat hoef jij me niet te zeggen, hoor. Jij hoeft mij niet te vertellen wat ik bedoel. Goedenavond. Bea Hofman, hoofd van het telefoonpanel van een bekende tv-studio. Tel meer. Hans Aarsema, persoonlijk invalster van Sandra Reimer. We komen u ophalen. U en uw man moeten nu staan de pee. Vliegers, vluggasten, wie weer gaat. Met het...
15 kilo vuilwasgoed live de uitzending in. Lukt dat, denkt u? U kan een leuk prijsje winnen uit Alphengebied. Ik heb geen vuilwasgoed. Lief, maar lief. Ik heb geen vuilwasgoed. Oh, maar dat is het probleem niet. Waar is de linnenkast? Linnenkast? Daar zoek je. Waar is zij dat? Zo, nou, maar zet je op. Nou, daar gaat hij. Zo. Is die witte was? Witte was gelijk meer. Nee. Is de pittige lingerie aanwezig? Ik geloof dat ze een slip in een andere kast hebben opgehoord. Ja, dat gaan we. Oh, Drie! Drie, doe iets! Zo, dat gaat goed. Nou, hè? We moeten naar Aalsmeer. We komen voor de televisie. Start de auto! De sleutels. Wat maakt dat uit? Start de auto! Ja, hier. Mijn schoenen. Ja, ik heb geen schoenen aan. Laat nou maar, het is live. Ik wedde dat je niet weet waar Van Huizen is. Ik heb geen schoenen aan. En dat wil ik ook niet weten. Jij ook niet natuurlijk. Marco. Rozen voor de mooiste bloem op aarde. Oh, schattig. Met gipskruid. Zo, kom verder. Helaas, helaas. Ja, we zijn al voorzien van de rol van prins. Ja, meneer Fritsboom. Goed, aan de slag. De screentest. Waar is de camera? Daar, in de kast. Er staat een verborgen videocamera op dat u ongeremd uw gang kan gaan. Zo, nou, eens even kijken. Ja, hier, de knappe prins, Marco, zit op zijn paard. Ja, paard. Paard, neem dat salontafeltje maar als paard, meneer Bakker. Het gaat om het idee. Ja. 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 En hij ontwaart het glazen kistje waar Sneeuwwitje... Huh? Licht. Doe ik het zo goed? Mis iets. Het is me niet te koninklijk genoeg. Ik mis een kroontje. Wacht, wacht. Hier, neem deze lamp maar, bij wijze van. Bij wijze van wat? Ja, bij wijze van kroontje. Zo. Excellent. Excellent. Niks meer aan doen, het is af. Ik ben gewoon mezelf. Ja, daarom juist, Marco. Je bent een natuurtalent. Hè? Zo, nou, dat was het. Morgen gaan we het opnemen en dan is alles klaar af. Punt uit. Morgen? Ja. Morgen kan ik helemaal niet. Dan heb ik tv-opnames. In Wenen? Ja, maar nou breekt mijn knop. Ja, maar dat kan niet, hoor, Marco. Ga mee. Jij gaat met mij mee. Zie je het voor je? Wij samen in het Wiener praten. Oh, wat romantisch. Marco, ik zou wel willen, maar ja, ik ben bezig met de production van deze movie. Ja. Jongens, waarom neem ik het niet gewoon op aldaar? Aldaar? Ja, aldaar. Aldaar? Ja, aldaar. Oostenrijk is ja. Reuze, sprookjesachtig. Ik heb overigens een uitnodiging om een weekje op kasteel Zalbebergen te logeren. Dat is net iets voor ons. Goed, als u hier eventjes een krabbeltje wil zetten dan, meneer Bakker. Ja, kruisje is ook goed hoor, Marco. Ho, ho. Moet de eerste zoen zijn en nog oefenen. Ja.
Goed, als u dan eventjes met mij meekomt, dan ga ik hier zo op de grond liggen. Mm. En dan zegt u tegen mij, oh, wat een wonderschoon prinsesje. Haast te mooi om te zoenen. Oh, wat een wonderschoon prinsesje. Haast te mooi om te... Ze wordt niet wakker. Ze moet nu toch wakker worden? Misschien moet je vuurige zoenen. Ja, ik kan me zo niet inleven, hoor. Ik kan alleen maar oefenen met een grote vrouw... die stevig in haar schoenen staat. Mm, ja, dat willen we allemaal wel, maar waar halen we die vandaan? Hm? Nog grapjes maken ook, hè? Deugt niet. Nou, deugt niet. Je deugt niet. Ja, maar zo. Wat nu? Hij heeft me gekust. Ja, wat nu? Nou, je moet je zoon Sana repeteren, dag niet. Ja, dag, ik ben gek. Ik wist het. Je blijft hier. Nee, ik ga allemaal te pesten. Nee! Dag niet, oh, wacht, nee, wacht, ik rijd nu al. Nee, wacht, rustig. Je gaat gewoon naar binnen, ja? Je kijkt hem aan, ja? Je kleed je heel langzaam uit. Je blijft hem aankijken. Zwoel. Op je allerzwoelst. En dan in de tussentijd... steek ik het iets in de fik. Dat is een goed idee. Brand. Ja, jij steekt iets in de fik. Dan doe ik heel langzaam mijn jas uit. En dan zeg ik, ik ruik iets. Ja, goed. Steek nog een tijd in de fik. Ja, doe het. Nee, brand. Ja, doe het. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Oh, honey, you can bet. Es ist eine Lüschig. Fire, Romeo and fire, 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 vuur, vuur, fire, vuur. Er brandt iets. Ik ruik iets. Dat ben ik, je warme bakkertje. Zijn we in het hele goedhuis geen lusjesvest te vinden? Nou, alles. Thea? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Dat kan ik net zo goed aan jou vragen. Ja, ik vroeg het eerst. Mag ik niet in het huis van mijn eigen zus mijn slaasinterviewje ophalen die ze van me geleend hebben? Ik wist trouwens niet dat jij mijn zus kende. Nou, je weet wel meer niet. Waar zijn ze? Ze zijn ziek, ze liggen in bed. Ja, ze... Deugd niet. Hoe? Daar. We zijn niet aan het doen wat u denkt dat wij aan het doen zijn, hoor. Ik geloof dat ik maar eens opsta. Adieu, tot morgenochtend. Dag, bakkertje van me. We gaan naar Wenen met Marco Bakker. We nemen er veel verder op in een echt kasteel. Hoi! Wat valt er voor jou te horen? Ja, ga jij terug naar het museum, je Victoriaanse glasbevanger? Ja. Ik ga ook mee. Oh, nee hoor. Jawel. Ik dacht, dan kan ik met mijn collega's uitstekend de zeven dwergen spelen. Oh, jullie samen met z'n vijf? Ja. Dat kan helemaal niet. Beter vijf dwergen bij de hand dan zeven in het luchtledige. Trouwens, als ik niet mee mag naar Wenen, ga ik even naar Marco Bakker en vertel ik dat jij Theo bent. Dat is chantage! Inderdaad. Dus wie gaat er hier naar Wenen? Nou, wij niet. De auto begaf het al in de Chopinstraat. Vette koppakking. Hé, hey, komt goed uit. 5 + 2 = 7. Jullie gaan wel mee naar Wenen. Hey ho! Ik heb een bordje met vet aan op de tafel gezet. Ik heb een bordje vet aan op de tafel gezet. Ta-da-da, ik heb een bordje met vet.
potje, 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 potje bed. Van op de tafel bezet. Ik heb een potje, 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 potje vet. Al op de tafel Vlekvlaai. Je bent jaloers, ik glimlach alleen maar. Oh, en hoe, een heroïne prostitutiehoortje is er niks bij. I'm here to breathe, I'm here to mine. I'm here to leave, verliebt muss man sein. Zwei Herzen in drei Winter. Kant! Wat de scheiß bepaalt, kant! Ik vond het helemaal niet kut, ik vond het goed. Kat betekent dat het weer over moet. Oh, dan kunnen wij misschien even het boodschappenlijstje doornemen. André, heb jij die auto geregeld? Dan zit er een trekhaak aan. Ja, als er wat te trekken valt, dan moet je bij André zijn. Luister, luister. Het kabouterkostuum maakt in principe iedereen zelf. Ja. Het glazen kistje is geregeld. Het mandje van de appels is er. De giftige appel is nog even een probleem. De heer Kammerzinger een nieuwe roze. En Fiona de Frima, niet zo na aan het tisje ran. Sonst krijg ik schwierigkeiten met de kadrierung. Veel erfolg. Gut, wir machen es noch einmal. Ruhe bitte. Achtung, Aufnahme. Zwei Herzen in drei Vierteltakt. Ihr habt ihr Meid. Je doet dat alsof ik op verkeer uit ben. Je mag hem hebben. Ja, glimlach niet goed. Je moet anders glimlachen. Je moet zo lachen dat hij dan heet op de geest en dan lach ik op mijn charmant. I'm here to breathe, I'm here to mine. I'm here to leave, verliebt muss man sein. Zwei Herzen in drei Winter. Wunderbar, Ende Aufnahme. Ihr seid fertig. Herzlichen Dank miteinander. Fiona de Prima. Das war ausgezeichnet. Mag ik dit kleinood aanbieden aan de mooiste vrouw op aarde? Het is voor jou, Bea. Je moet het zien als een verlovingsring. Ja, dat moeten we vieren. Zoete mousseer in de Duitse wijn. Ik heb geregeld dat Hans met de anderen meegaat. Hebben wij een lekker lang, long weekend met ons beiden in Zouwenbergen. Huh? Goed, dan ga ik me even koud afdouchen. En dan zal ik ook een schone, strakke heupslip aantrekken. Especially for you. Dag Theo, we gaan. Zeg tegen Thea dat we buiten staan. Met jullie mee? Thea gaat helemaal niet met jullie mee, ze gaat met mij mee!
hem deugt niet. Liefde van me. Ga je mee? En als dan? Dat deel ik eentje. Die is met de andere mee. Dat kan niet. Marco, ik moet je iets bekennen. Ik jou ook. Zeggen de zinnen eeuwige trouw tot in de dood. En ja, ik wil je iets. Marco, hou je van verrassingen? Zo, dat doen we met snotapen. Waar gaat die toch één keer in mijn buurt te komen? Brigitta. Fijn dat je er precies op tijd bent. Wat kijk je treurig. Is er iets? Zeker weer teleurgesteld in de liefde. Van je dromen was tegengekomen. Word wakker, Marco Bakker. Liefde, daar moet je niet aan toegeven. Het maakt afhankelijk. Zonder dat je er erg in hebt, verander je van een vrij mens in een willoos individu. Stel dat ik 20 jaar geleden aan jouw liefde had toegegeven. Dacht je dan dat ik dit alles had kunnen opbouwen? Nee. Ik had mijn hoofd verloren en was nu een totaal teleurgesteld. Afgestompt. Uitgewoond. Wrak geweest. Liefde knaagde je hart als een rat. Het verzuurt je ziel. Het stinkt. In mijn huis woont geen liefde. In mijn huis woont een onafhankelijke, geile, rijke vrouw. Liefde, je moet er niet aan toegeven. Nooit. Veel te groot. Precies. Kom op, we gaan naar huis. Ja, en het sprookje dan? Het sprookje is afgelopen. Terug naar de realiteit. Kijk maar in de spiegel. Ja, nou ja, laten we,
laten we dan maar gaan. Terug, Heimwee. Terug. Oh, no, die is nog bij Marco Bakker en Saberbirger. Nou, dan moeten we hem maar even op gaan halen. Ja, ik kan Marco Bakker niet meer onder ogen komen. Nou, dan smokkelen we ons naar binnen. Hoe? Oh? Op de klassieke manier. Het is een gecombineerd probleem uit. Wat schattig. Al van mij uit is gesproken. Ik heb honger. Kijk, nog een blote tiet. Geloof ik. Ja, zien er wel een beetje uitgedraagd uit. Het doet vast niks af aan de smaak. Zijn de opdrachten uitgevoerd? Is Fiona de Vrima gearriveerd? Goed. Wij zijn compleet. Het is vanavond volle maan. Perfectie is bereikt. Mooi. Ga nu. Neem dat doosje mee en gooi de inhoud ervan in de kernkaasreactor. Welk doosje? Dat ebbenhout doosje met goud op snee met mijn teennagels erin.
Haal het doosje, zoek het doosje, voer hier iedereen. Kom, blijven! Snel Trudy zoeken aan wachtwasen. Push, 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 push. Push. Trudy. Hey. Dag, mevrouw. Goddank dat we u hier treffen. Ah! De muren hebben hier oren. Het is hier niet pluis. Natuurlijk is het hier niet pluis. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Er gebeuren hier dingen waar u geen weet van hebt. Ja, twee mensen hebben het op uw leven gemunt. Precies. Ik zal jullie onmiddellijk laten epileren. Ho, 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 ho. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u de juiste mensen pakt. Ja, we vinden het heel zielig voor u, maar u kan uw eigen personeel niet vertrouwen. Laat me niet lachen. Oh, Frans, dag. Zeg, geef jij die arme mevrouw eens onmiddellijk haar theedagels terug? Ja, ze zitten in je zak. Oh, 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 oh. Eerst pikken en dan jokken. Ja, en dan ook nog van die aardige mevrouw zeggen dat je er een lelijk makkel vindt. Wat? Ja, hij zei dat hij u nog lelijker vond dan een oude krant. Waar een kat op gepiest heeft. Ja, en dat hij eruit ziet alsof u bij het visbakken de pan uitgesprongen bent. Haal je zakken leeg. Breng hen weg. Zet deze mannen in de epileerstoel. Computy, computy, wie is hier de grootste beauty? U bent de mooiste van het land. Ja, dat weten we nou wel. Wat is dit? Vragen jullie af. Wel nu, dit is een kernkaasreactor. Nooit van gehoord, zie ik jullie denken. Dat klopt. Ik ben de enige met zo'n ding. Ik heb hem namelijk zelf gemaakt. Mij en Biet, denk je nu. De een bouwt een kippenhok, de ander een kernkaasreactor. Maar er is verschil. Met behulp van deze machine kan ik kaas maken die iedereen die ervan eet, willoos maakt. Dus wat betekent dat? Dat het tove kaas is. Ja, maar dat vind ik een beetje kinderachtig klinken. Dus ik noem het Empire Cheese. U doet toch ook uw theenagels? Doet u er toch ook in? Ja, onmisbaar. Heel belangrijk. Hmm. Wie bij volle maan haar theenagels erbij kan vroeten, krijgt de wereld aan haar voeten. Jullie zitten nou te kijken, want de les is afgelopen. Maar het belangrijkste komt nog. Let op. Om een kernkaasreactie op te wekken, ja, heb je 13 coloratuur operettezangeressen nodig, die bij volle maan 1313 decibel bereiken en daarbij allen één en dezelfde emotie ondergaan. En die emotie is een enorme teleurstelling. En hoe wek je een enorme teleurstelling op? Geen vingers? Nou, dan zal ik het maar zeggen.
door afgewezen te worden door de prins van je dromen. En wie is de prins van onze dromen? Marco Bakker! Ja. Inderdaad, Marco Bakker. Jullie zijn schrandere kinders. Een intelligente vraag mijnerzijds. Wie gaat u nou die kaas laten eten? Aha. Daar waar alle stront van de wereld bijeenkomt, moet geroerd. Dus ik ga... eten. Bon appétit. Bon appétit. Een appetizer. Apelkom gevuld met gember. Heel exquis, want de beetjes leven nog, zodat de darmsappen vers blijven. Mm. Monk. Lekker. Ja, daar houden we van. En ik dacht nog wel dat jullie van die vervelende, goed opgevoede strontkinderen waren. Wij? Wij zijn door en door slecht. Ja, geld en macht betekent alles voor ons. Ja, of mensen kwetsen. Vooral als ze oud en of hulpeloos zijn. Ja, we chanteren bejaarden door tegen ze te zeggen, geef ons grof geld. Anders dan rennen we in onze blote kont naar de politie en dan zeggen we dat u ons seksueel wou misbruiken. Ja, of dingen kapot maken waar mensen heel erg aan gehecht zijn. Jullie zijn kinderen naar mijn hart. Wat ook heel erg leuk is, is oude meesters beschadigen. Ja, of oude meesters pijn doen. Het lucht op. Het ontspant. En je blijft geslaagd. En het is fosfaatvrij. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Mijn hondiadesres. Aan het hoofdgerecht. Goh, mevrouw, krijgen we nog meer? Ja, want wij staan aan de vooravond van een belangrijke gebeurtenis. Dus ik trakteer op een uitheems, exotisch zesgangen diner. Hebben jullie zin? In? Gemarineerd tiefje. Tweede. We zullen jou eens marineren. Tijf. Oh, ons leven nadert nu haar eindpunt. Kan ons meer redden. En wij willen ook niet meer gered worden. Nee, laat ons maar sterven. Zonder Trudy is ons leven inhoudsloos. Ja, wij danken u voor de fijne jeugd die wij gehad hebben. Op uw aardbol naar uw evenbeeld geschapen. Ach God, we willen niet naar de gewone hemel. Laat ons maar in de handen. Zou dat kunnen, God, bij onze lieve Trutje? Wij sterven nu in afwachting op uw antwoord. Dat is getekend. Theo, een Thea. Trutje, Cesarese,
Jezus zijn in de handen, hemel. Wij zijn hier bijeen om hem te eren. Hij die met zijn timbre onze harten vult met liefde en inspiratie. O, verlos ons van de twijfel. Zing! Van ganser land, van welke vrouw kiest gij de hand? Is de schoonste van het land, dus kies ik haar hand. Te vieren. Willen jullie proeven of ze goed op smaak is? Jullie zijn in mijn macht. Val dood! Jou te schillen. Hoe vind je het nou?
om oog in oog te staan met een vrouw die alles kan krijgen wat ze hebben wil? Niet alles. Mijn liefde krijg je nooit. Dacht je nou werkelijk dat ik daar 20 jaar op gewacht had? Nee, Marco. Aan liefde geef ik niet toe. Nooit. Ik haat je. Liefde en haat gaan hand in hand. We moeten iets doen. Ja, we moeten iets doen. Doe iets. Ja, doe iets. Op de hoek van Tante Kaasje hing een vispot aan een draadje. Alle mensen, wat een lol. Aan die vispot hing een drol. Hier! Ik had geen keus. Hij hield van haar? Ja. Haat en liefde gaan hand in hand. Kinderen. Even peperkoek. Kom maar. Hey. Ah! Oh. Ben jij het met een schrik van ongeluk? Ik dacht dat je een oude kerel was. Hey ho, dat ben ik ook. Jongens, het is ontzettend droog kamperen hier. We kregen de kachel niet aan en mevrouw de Vries is tot over de knieën in de modder gezakt. Waar wij niet doorheen zijn gegaan, zeg kom erin. Jongens, daar zijn ze. Theo! Jongens, we hijsen ze gelijk even de prinsenkostuumpjes. Dan gaan we gelijk beginnen. Zeg de Vries, ik vertelde nog van dat angstige avontuur en die modder van jou. Oh ja, met mijn zomerschoenen. Ja, maar niet met dat sleehak. Nee, dat waren mijn zomerschoenen. Ja, maar met een sleehak. Nou, we moeten ze wel meteen weggooien. Hier. Oh, je maakt hier wat mee, hoor. Oh, en ik heb vreselijke buikkrampen gehad. Help, ja, maar die heb ik weggemasseerd. Ja, maar kom maar hier. Ik wou jezelf weer masseren. Kom dan maar in. Een riempje en de kroontjes zoeken we nog, ja, jongens. Ja, even, de riempjes. Kijk even waar de kroontjes zijn. Ja, En we hebben jullie misschien een stukje voor ons te eten? Nee. We gaan eerst een stukje spelen. Oh, we hebben getost. En mevrouw de Vries is de heks geworden. Ja. Toen hadden we nog maar 6 dwergen, dus dacht ik, dubbel ik het werk. Ja, moest ze even dubbelen. Doe je riempje om. Jongens, zijn we klaar voor? Ja. Nou goed. Ik zou zeggen, actie. Zo, kaboutermannen. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan aan het werk. De mijnen in. Hey, ho, hey, ho. En niks van vrienden aannemen. Hoedje voor het appelvrouwtje. En doe de deur op het dievenslot. En laat de deur niet op het kiertje staan. Nee, ik laat de deur niet op. Deur 2.
weet. Niks van vrienden aannemen. Voor alle duidelijkheid. Ik ben mevrouw de Vries, maar ik ben vermomd als onschuldig lijkend appelvrouwtje. Maar eigenlijk ben ik de heks. Als ik zo klop op de deur, dan moeten jullie open doen. Mens, schiet op met je appel. We stekken van de honger. Appelvrouwtje. Dag weer. Lieve kindjes, willen jullie misschien een stukje kaas kopen van een arm appelvrouwtje zonder appels? Natuurlijk, oud wijfie. Hier, 3 gouden dukaten. Dank je, kinders. God zal jullie belonen. Jullie zijn in mijn maat. Blijf gestekken blijven. Val dood. Nu verder. Goed zo, van Zieten. Ga verder. Hoe moeten we nu verder? Ja, hoe moeten we nu verder? Hè? Dit is toch het moment dat de prins arriveert? Ze niet de... Bosch! Goed zo, Marco. Precies op tijd. En zo lekker in kostuum. Wat een vakman. Te laat. Wat een acteur. Oh, Thea. Theo. Ik heb me lelijk in jullie vergist. Dappere kinderen waren jullie. Nooit meer. Nee, nooit meer zal ik jullie daverende lach horen. Te klef, vind ik. Niet realistisch. Juist wat roerend. Vaarwel, lieve kinderen. Ho, hier klopt iets niet. Hey, ze moeten nou toch een oog opslaan? Ja. Van Zwieten, geef het scenario eens. Eerbiedig knielde de prins naast het glazen kistje en kuste Sneeuwwitje op haar bloedrode mond. Ja, is gebeurd. Ze werd wakker en lachte tegen de prins van haar dromen. Thea, wakker worden. Weten jullie het dan niet? Ze zijn dood. Ja, natuurlijk weten we dat. We kennen onze klassiekers. Ze hebben recht op een eervolle begrafenis. Mijn tante Bertha vertelde altijd dat de 7 dwergen het kistje oppakten om het aan de prins mee te geven. En dat ze dan struikelden en dat dan de appel pardoes uit de keel schoot. Ja, dat is ook een versie. Nou, laten we die versie dan doen. Ik neem de kist wel mee. Oké, mannen. Goed. Laat hem maar op de imperiaal. Ik neem hem wel mee naar Holland. Til hem maar. Ben ik Marco? Ja, Theo! Ziezo! Eind goed, al goed! Niks, Brigitte, bijna die smerige heks. Brigitte? Mevrouw de Vries was de heks, die liep kinderen een auto te knappen. We moeten het vinden, de wereld loopt gevaar. Ja, maar hoe? Ze zei iets. Staat het over poep? Ja, poep.
daar waar alle strand van de wereld bijeenkomt, daar moet geroerd worden. Kijk uit. Rudy zit aan die toverkaas. Hier. Stop het in die oude krant. Ja. Voorzichtig, dat het niet aan je vingers komt. De ontmoeting mist als een schat. Wereldleiders bijeen in Genève. En opa, en in die kaasring. En daarom hebben we een mest op die grond. Grijp. Daar. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Ik zit met een brandende vraag. Wereldleiders, bijeen uit elk land. Wie is de intelligentste, machtigste en mooiste in dit pand? Inderdaad, u bent mannen met smaak. U bent in mijn macht. Maar duizendmaal mooier dan u. Zijn de goede Theo en Thea nu. Kinderlijke onschuld overwint altijd. Ik geloof dat we hier nou flinke touwtjes in handen hebben. Dank je. Wereldleiders bijeen. Doe jullie je broekjes naar beneden. Zo, en nou u. Ja. Krijgt u Otto. Nee. Krijgt u een hele dikke, Nee, ik krijg over je hele lichaam. Ja. En vooral in op je voorhoofd. Ja. Kinderen, misbruik je macht niet. Ik wens dat Brigitta Berger wordt een goed mens. Ik ben een goed mens. Ik wil niets meer nemen. Ik wil alleen maar geven. Ik ga goed werk verrichten. Ik ga de natuur beschermen met mijn eigen lichaam. Alle zeehondjes in Pieterburen mogen bij mij aan de borst. Ik keten mijzelf vast aan elke kruiskop met een stevig fietsslot. Mijn vermogen schenk ik aan muziekschooltjes in de derde wereld. Ik wil geven. Geven. Ik wil jou ook iets geven. En liefde. Ik wil ook iets geven. Hier.
om jullie liefde te bezegelen. Tot in den dood bent u met elkaar getrouwd. Dat zijn jullie toch een heerlijke kinderen. Ja. Dames en heren, hiep hiep hoera voor Theo en Thea. Zeg maar u, hoor. Ze heeft niet eens een kroontje op. Huh? Gemdegewak. Dank u. U? Heerlijk. Rijk van de pakketbakker op de hoek? Nee hoor. Zelf gebakken. Jullie zijn zulke aardige kinderen. Jullie mag hier komen wonen. Wat fijn. Duizendmaal dank. Mogen wij even buiten spelen? Nou, even dan. We moeten zo een lint doorknippen van het Belastingmuseum. Nou, u. Toedeloe. Ja, door. Kostelijk. Ik wou dat ik zulke kinderen had.